Progress Onderwijsondersteuning is gevestigd in Groningen. Het team bestaat uit proactief en creatieve experts die maatschappelijk betrokken zijn. Progress is een veelzijdige en gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheer van studentinformatie. Progress Onderwijs is van mening dat de catalogus het startpunt van het onderwijs is. In het kader van individualisering en flexibilisering zal deze de komende jaren steeds belangrijker worden als basis voor andere functionaliteit. Mijn naam is Jitske Hoornveld en graag neem ik jullie mee in onze toekomstige ontwikkelingen waarbij Progressist de student zal gaan ondersteunen in het kiezen van zijn eigen leerroute. In de catalogus van Progressist kunnen de instellingen hun onderwijsprogramma's ontwikkelen en het onderwijsaanbod vastleggen. Dit kan in een boomstructuur, zodat je naar wens een hiërarchie kan inbouwen. Je kunt een opdeling maken in leerjaren, modules, keuzegroepen enzovoort. Je legt het onderwijs vast in een versie. Wanneer er curriculumwijzigingen zijn, bijvoorbeeld voor een volgend studiejaar, dan kan dat alvast in een nieuwe versie klaargezet worden voor publicatie. De catalogus wordt via verschillende manieren ontsloten naar een publieke website. Een student, bijvoorbeeld Gerard, uit de aangeleverde casus, kan zich hier dan oriënteren op het onderwijsaanbod van een instelling, zoals de Hogeschool van Schipluiden. Nou, als Gerard zich via StudieLink inschrijft bij de hogeschool, krijgt hij inloggegevens voor hun portaal. De instelling kan een eigen portaal gebruiken, die gevoed wordt met informatie vanuit Progressist, of gebruik maken van Progressportaal. In onze presentatie heeft Schipluiden het Progressportaal. Nou, momenteel kan een student in Progressportaal zijn gegevens inkijken, zichzelf intekenen voor vakken en tentamens, zijn cijfers bekijken en berichten ontvangen. Uitgaande van de toekomstige ontwikkelingen die Progress gaat doen, kan Gerard daar ook aan de slag om zijn persoonlijke leerroute samen te stellen. Om dit te illustreren hebben we een mock-up gemaakt met de look en feel van het huidige portaal. We hebben nu bepaalde keuzes gemaakt voor een mock-up, maar pas bij de realisatie worden natuurlijk definitieve keuzes gemaakt op basis van voortschrijdend inzicht en klantwensen. En onze visie kan de student Gerard na inloggen en doorklikken hier in het portaal een wissel doorlopen om de parameters voor zijn leerroute in te stellen. Een deel hiervan zal al voor ingevuld worden vanuit de inschrijving via StudieLink, zoals de studie toegepaste psychologie in het studiejaar. Andere keuzes zullen wellicht als keuzemenu of drop-down doorlopen worden, zoals startdatum en het leertempo, dus of je versneld of vertraagd wil studeren. En Gerard kan daar halftempo kiezen. De zelf in te stellen parameters dienen als eerste uitgangspunt en kunnen later gewijzigd worden of bijgesteld. Nou, na het doorlopen van de stappen in de wizard wordt er een concept leerovereenkomst klaargezet. Nou, wanneer iemand aangeeft startdatum in februari te hanteren, zou het systeem alleen vakken of onderwijseenheden voor dat half jaar kunnen klaarzetten. In het voorbeeld zijn dat periode 3 en periode 4. Mocht het reguliere tempo worden doorlopen of een te zeer afwijkend tempo gekozen worden, dan kan de concept leerovereenkomst gevuld worden op basis van cohort, zoals hier nu te zien is. En kan de student deze naar wens aanpassen. Dus de student krijgt de mogelijkheid om vakken of onderwijseenheden te verwijderen. Nou, dat kan wellicht per vak of bijvoorbeeld op deze manier. Nou, stel Gerard verwijdert een aantal vakken om tot een gewenst aantal van 15 ECTS te komen. Dan houden we bijvoorbeeld dit over. Nou, naast verwijderen kan de student zelf ook vakken of onderwijseenheden toevoegen aan de leerovereenkomst. Hierbij gaan we uit van de situatie zoals beschreven in de casus, namelijk flexibiliteit binnen een reguliere opleiding. Indien er sprake is van een zogenaamde HBO-flexopleiding, zullen in plaats van onderwijseenheden eenheden van leeruitkomsten worden vastgelegd. De student dient dan ook de bijbehorende onderwijsactiviteiten te kiezen en vast te leggen in de leerovereenkomst. In deze mock-up laten we dat dus buiten beschouwing, maar het zijn wel zaken waar we momenteel over nadenken en met instellingen over praten.
Nou, als Gerard dus vakken wil toevoegen aan een leerovereenkomst, dan belandt hij hiervoor in de catalogus van de instelling of hij krijgt input vanuit de catalogus in het portaal te zien. Voor de mock-up hebben we gekozen voor de situatie dat hij de input in het portaal ziet. Vanuit de gegevens die het systeem tot zijn beschikking heeft, zal het suggesties geven voor mogelijk interessante vakken of onderwijseenheden. Bijvoorbeeld vakken die Gerard nog niet behaald heeft voor de opleiding, vakken uit hetzelfde leerjaar of vakken binnen eenzelfde module. Nou, uiteraard kan de student ook verder zoeken buiten de suggesties om iets anders toe te voegen. Nou, naast verwijderen en toevoegen van vakken kan er ook een notitie toegevoegd worden aan de leerovereenkomst om bijvoorbeeld bepaalde keuzes te onderbouwen, wellicht zelfs per vak. Zodra de leerovereenkomst dan naar wens is, kan de student de conceptleerovereenkomst indienen. En de leerovereenkomst die komt dan terecht bij de persoon die hier verantwoordelijk voor is vanuit de instelling. Wij gaan uit van een studieloopbaanbegeleider. Nou, de mogelijkheden die een studieloopbaanbegeleider, ook wel SLB'er, dan heeft, zijn de volgende. De SLB'er kan uiteraard de ingediende leerovereenkomst bekijken en bewerken. Met bewerken bedoelen we dat de SLB'er een voorstel voor wijziging kan doen aan de student. Verder kan de SLB'er de leerovereenkomst goedkeuren of gedeeltelijk goedkeuren. Nou, bij gedeeltelijke goedkeuring worden bepaalde vakken of onderwijseenheden al vastgelegd, terwijl er voor anderen nog wijzigingen of overleg nodig is. De SLB'er kan de leerovereenkomsten uiteraard ook afkeuren. Daarnaast kan de SLB'er notities plaatsen voor de onderbouwing van zijn keuzes en voor dossieropbouw. Tevens kan de SLB'er een afwijkende BSA-regel instellen. Die correspondeert met het door te lopen tempo. Dit voorkomt dat Gerard een brief krijgt met een bindend afwijzend studieadvies, omdat hij minder punten heeft behaald dan bij een regulier studietempo. Nou, daarnaast zullen we voor gebruiksgemak bepaalde goedkeuringsregels inbouwen. Ook om te voorkomen dat de werkdruk en het aantal matige acties onevenredig toeneemt voor SLB'ers. Zulke regels kunnen bijvoorbeeld zijn: een ingediende leerovereenkomst op basis van cohort wordt automatisch goedgekeurd. Een student kan een voorstel van de SLB'er accepteren, waarna goedkeuring automatisch plaatsvindt. Zulke regels en het beheer ervan worden afgestemd met de instelling. Nou, onze visie is dat bij het goedkeuren van een leerovereenkomst de student automatisch ingetekend wordt voor vakken of onderwijseenheden met vaste onderwijsactiviteiten. Mocht een instelling hier al flexibeler in zijn, dan zal een student zich in kunnen tekenen voor specifieke onderwijsactiviteiten of wellicht alleen voor het tentamen, indien de student de kennis bijvoorbeeld denkt op te doen in zijn baan. Dat scherm zien we op dit moment in tekenen voor tentamens. Nou, de intekeningen voor onderwijseenheden, onderwijsactiviteiten of tentamens kunnen via een koppeling met een roostersysteem de basis vormen voor roostering. Nou, we willen daarnaast de voortgang op allerlei manieren inzichtelijk maken voor de student en de SLB'er. Bijvoorbeeld op de leerovereenkomst, om snel te kunnen zien of je een vak of onderwijseenheid al gehaald hebt. Nou, daarnaast wil je wellicht ook weten hoe je ervoor staat wat betreft je BSA-richtlijn. Of wat je vorderingen zijn ten opzichte van het uiteindelijke te behalen diploma. Uiteraard zijn er nog veel meer resultaten en dwarsdoorsnedes die waardevol kunnen zijn. Samen met onze instellingen gaan we dit verder uitwerken. De bekijkenknop biedt daar ruimte voor. Verder zal een SLB waarschijnlijk nog veel meer gedetailleerdere informatie kunnen bekijken, zoals procentuele vorderingen in een leerjaar of vorderingen ten opzichte van een bepaalde groep. Maar die zijn dan op te nemen in een dergelijk scherm, zoals je hier nu ziet. Nou, we hopen dat we jullie hierbij een inkijkje hebben kunnen geven op onze visie op flexibilisering en zien jullie vragen met belangstelling tegemoet.